Nou, we zitten hier bij de OK-bank Kralingen-Krooswijk. En de OK-bank moet verdwijnen. En zodoende ga ik hier een van de deelnemers dus interviewen om te vragen wat zij ervan vindt dat de OK-bank weggaat. Kan je misschien eerst even voorstellen? Ik ben Yvonne Andrea. En je zit al een tijd bij de OK-bank? Ja, ik zit hier ongeveer een jaar of 10. Oké, en wat vind je ervan dat ze gaan verdwijnen? Vind ik niet leuk. Ik mis een hoop dingetjes. Ik ga hier altijd naartoe voor een babbeltje. Ik word hier altijd heel goed opgevangen. En ja, ze hebben mij weer een beetje in een, ja, hoe moet ik dat zeggen? In de maatschappij, aan de maatschappij. Ja, in de maatschappij geholpen, dat ik weer mee kan draaien, dat ik weer lekker werk, dat ik weer lekker bezig ben. En op wat voor manier hebben ze dat gedaan? Door mijn werk aan te bieden. Ik ben begonnen als jongerenwerkster bij We Zijn. En daar kon ik ook gelijk meedraaien. Ik werd daar ook gelijk geaccepteerd. Ik heb geen diploma's, helemaal geen papieren. En ik had toch een belangrijke functie daar zo. En vandaar ben ik op de scholen gaan werken. En dat heb ik ook met alle plezier gedaan. Ja, en toen was het zover dat de OK-bank geen vergoedingen meer gaf. En dat ze weggingen. Dus is een streep achter gezet. Nou, ik sta hier met Theo. Je was net bij de deelgemeente. Er werd over de bezuiniging gesproken, de bezuiniging van de OK-bank. Je bent ook deelnemer van de OK-bank. Kun je daar iets over vertellen wat je vindt van de OK-bank? Nou, het is een goede organisatie, die werkelijk een goede, want die helpt mensen aan het werk en ze begeleiden. En ja, ze doen eigenlijk meer. Heb je problemen, dan helpen ze je daarmee. En waar hebben ze jou specifiek mee geholpen? Nou, met mijn eigen waarde terug te winnen. Dat ik weer de oude Theo ben. Dat ik dingen doe wat ik zie. Nou, het was goed en dat ga ik maar lekker doen. Want jij hebt wel altijd gewoon gewerkt als wat? Nou, ik heb gewerkt als geclassificeerde, als kraammachinist. En ik heb een paar jaar gevaren. Hoe lang? Gevaren heb ik zo'n jaar of 8. Okay, en toen door omstandigheden ja, ben je daarmee gestopt. En toen ben je vrijwilligerswerk gaan doen. Wat heb je voor vrijwilligerswerk gedaan? Nou, ik heb hoofdzakelijk, het meeste heb ik met de kinderen, met speeltuinen. En in Krooswijk dan in de school. En dan had ik het naar mijn zin. En nou, op die school was ik eigenlijk ja, van alles. Ik deed van alles, buiten en binnen. En dan gewoon op mijn eigen manier. Niemand bemoeide zich eigen mee. En dan, hoe heeft OK-bank medewerker jou... Christel, heb jij gesprekken mee gehad? Ja, met Christel. Ja, ik weet haar, ze weet eigenlijk meer dan mijn eigen moeder van mijn leven. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, als je problemen had, kon je bij haar terecht? Ik kon bij haar terecht. Want ze zei, ja, je moet naar maatschappelijk werk. Ik ben ook wel eens geweest. Maar daar had je niks van. Maar ik tenminste niet. Ik dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb hier niks te zoeken. En dat ging bij de OK-bank wel? Ja, dat ging wel. Ja, maar die hielpen mij uit mijn isolement. Ja. Om wat voor reden ging je naar de OK-bank toe? Waar gingen de gesprekken over? Mag ik dat vragen? Ja, dat ging voornamelijk over het werk, hoe het werk ging en wat mijn doelen waren. En nou, ook gewoon wat ik maatschappelijk, dus thuis had ik wel eens financiële problemen. Ik kon echt met alles bij ze terecht en ik kon daar gewoon mijn verhaal kwijt. Ja, nu moeten ze dus waarschijnlijk verdwijnen. Wat denk je dan dat je het vrijwilligerswerk volhoudt? Zonder hun steun? Nou, dat wordt een stuk moeilijker, want je mist natuurlijk een hele hoop dingen. Ja, je babbeltjes en je loopt natuurlijk ook tegen dingen aan op je werk wat dus niet zo soepel lopen. En dan kun je aan de OK-bank, had ik dan altijd met mijn vaste medewerkers, dat ik kon vragen wat ik daaraan kon doen en wat ik daaraan kon verbeteren. Ja, en dat mis ik nou. Ja. Nou, ik wens je veel succes en ik hoop dat het allemaal dat je door blijft gaan. En dat voor de andere mensen die nog hier na ons komen, de OK-bank blijft bestaan. Ja, dat hoop ik ook. En ik wil jou ook bedanken dat ik de gelegenheid krijg om mijn verhaal kwijt te kunnen. Maar de OK-bank, die doet meer dan mensen begeleiden, vind ik tenminste. Ik vind de organisatie, nou, die moet gewoon door blijven gaan. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.